Wat u? Begrijp het dan. Ik hou van u vanwege de u. Ik zou haast zeggen hoofdletter u, maar dat zou wat ver gaan. Wat u? Begrijp het dan. Ik moet u zien vanwege de u en de leegte. Ik vul de leegte graag met een portie beleefdheid. Daar is toch niets op tegen? Begrijp het dan. U bent mijn muze of mijn muus. Als ik de u zou vervangen door je, dan zou dit papier leeg blijven. Miese of mieyes, dat zijn toch geen woorden? Wat u?